Oké, opname start. We zijn op locatie zoals je kunt zien. Deze video is eigenlijk een heel belangrijke video. Ik wil die al heel lang maken. Het is al telkens is er iets tussen gekomen. Het is een beetje een lastig video omdat ik moet van alles combineren. Ik heb verschillende toestellen nodig en kan die niet allemaal vasthouden en tegelijk opnemen en dergelijke meer. Maar ik wil hem wel maken dit jaar. In 2020 wil ik hem maken. En het onderwerp van die video is... het is eigenlijk een beginnerscursus fotografie, maar echt voor de absolute beginner. Het zal opgebouwd zijn, heel praktijkgericht. Dus je gaat echt moeten buiten komen, bepaalde dingen. Allee, we gaan eigenlijk 3 opdrachten samenstellen. Denk 3 opdrachten, misschien 4. Dus op basis van 3, heel misschien 4 foto's, zal ik jullie leren hoe dat je kunt de juiste keuze maken bij de instellingen van je foto's. Dus we gaan leren van een foto te maken, heel bewust met bepaalde instellingen. Je kunt het doen met de camera die je hebt. Dus je hoeft geen nieuwe camera te kopen, gebruik gewoon de camera die je hebt. Als je nog een camera moet kopen, zou ik de enige tip die ik meegeef voor welk materiaal, welke camera, is dat je een camera koopt met een verwisselbare lens. Dit bijvoorbeeld is een X-E3 van Fujifilm. En die lens die daarop zit is nu een 23mm f2 lens. Ik kan die daar afschroeven en ik kan daar een andere lens op zetten. Dat is een groot voordeel. Maar anders dan dat, welke camera doet er eigenlijk niet toe? Want de camera's de dag van vandaag, je kunt eigenlijk geen verkeerde camera niet meer kopen. Ze hebben allemaal een kwinje goede sensor. Ze hebben allemaal heel veel instelmogelijkheden, alle opties die je nodig hebt. Het enige wat dan wel nog leuk is, is dat je kunt groeien door verschillende lenzen te gebruiken. Dus liefst een camera met een verwisselbare lens. En of dat dan nu een spiegelreflex is, of gewoon systeemcamera zonder spiegel, een spiegeloze camera zoals deze, dat is spiegeloos, dat doet er allemaal niet toe. Ik ga ook proberen zo weinig mogelijk technische details te gebruiken. Dus we nemen onze camera en we trekken erop uit. Ja, het regent op dit moment. Mijn telefoon kan tegen het water, die camera niet, maar goed. Die gaat echt niet stuk gaan van de paar druppeltjes die er nu aan het vallen zijn. Dus dat kan geen kwaad. Plus dat alle lenzen met een verwisselbare lens over het algemeen ook veel meer manuele instelmogelijkheden hebben. Want ik zei al, het is we gaan echt buiten iets doen. Je kunt de video trouwens op je gemak binnen bekijken, maar het is wel belangrijk als je er iets uit wil leren, dat je ook een keer dat je de video dus nog eens bekeken hebt op je gemak, dat je ook naar buiten gaat om echt de opdrachten uit te voeren en echt buiten de foto's te maken. Hier zie je al, de eerste fototip zal een landschap zijn. Valt misschien ook wel een klein beetje op, maar we gaan dus beginnen met als eerste opdracht een landschapsfoto. We gaan voor landschapsfotografie in de praktijk gaan we waarschijnlijk, als je daarin groeit, meer en meer beseffen dat je best een statief kunt gebruiken. We gaan dat niet gebruiken. We gaan gewoon uit de hand, ja, als je een statief hebt mag je het gebruiken hoor, maar we gaan gewoon uit de hand een foto maken. Maar het is dus belangrijk dat je ook echt naar buiten gaat en dat je ook echt die foto maakt. Ik ben ondertussen al terug bij de auto. Voor de volgende les gaan we dus, ik ga het proberen beperken tot 3 lessen. We gaan opnieuw een foto maken. We gaan opnieuw buiten een foto maken. Dus om het ons gemakkelijk te maken. Maar we gaan dit keer onze instellingen anders kiezen. En we gaan dit keer, en dan ga je ook begrijpen waarom dat we die instellingen anders kiezen. Omdat we bepaalde dingen in ons beeld willen bereiken. We gaan de volgende keer ook buiten een foto maken. Maar we gaan ons concentreren op een detail. Waar we nu dus een foto gemaakt hebben van een wijd landschap, gaan we dan eens een klein detail fotograferen en gaat zien dat we dan andere instellingen gebruiken. Dus dan hebben we al 2 fotoopdrachten gehad. De eerste was het wijde landschap, waarbij dat we dus met de diafragma gaan spelen. De tweede fotoopdracht is het detail, waarbij dat we opnieuw met het diafragma gaan spelen, heel bewust. En dan de derde en laatste, of moesten we de voorlaatste opdracht, zal dan meer te maken hebben, dat gaan we baseren op de sluitertijd. Dus daar gaan we dan met die tijd gaan spelen. En zo gaan we uiteindelijk met 3 of 4, ik kan misschien dat ik rond die sluitertijd 2 verschillende foto's maak ook nog. Ik zal zien hoe dat verloopt. Maar dus op 3 of 4 foto's ga ik eigenlijk laten zien welke instellingen dat je bewust kunt kiezen voor een goede foto. Dat gaat nog niks leren over compositie, over het juiste moment en dergelijke meer. Dat zijn dingen die je leert door meer te fotograferen, maar om meer te fotograferen heb je wel echt een goede basis nodig. En die basis, die kun je wel leren met die 3 of 4 foto's. Dat gaat hem echt over belichting.
Dus zeker als je die les niet wil missen, zeker lid worden van dit kanaal, dan krijg je automatisch updates. Je moet gewoon hier van onder op abonneren klikken en dan op het bel-icoontje. En dan krijg je automatisch een update als de nieuwe video uitkomt, waarin ik dus de tweede stap uitleg. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende video. Hè. Tot binnenkort.